We hebben vandaag de mogelijkheid om te spreken met mevrouw Rost van Tonningen. We willen haar graag een aantal vragen stellen en de mogelijkheid geven om het een en ander naar voren te brengen. Hartelijk dank voor de mogelijkheid tot dit interview. Iedereen in Nederland zal uw naam wel kennen. U heeft uw verleden nooit onder stoelen of banken geschoven. U bent ook altijd achter de ideeën blijven staan waar u toentertijd voorstander van geweest bent. U voelde zich al in uw jonge jaren aangetrokken tot het fascisme, het nationaalsocialisme. Kunt u in het kort uitleggen wat het was, waardoor u zo aangetrokken was, hè, wat u zo aantrok in dat nationaalsocialisme? Eerst het hartelijk dank dat u al hier gekomen bent om mij te vragen. Want op het algemeen ben ik bekend in Nederland als de zwarte weduwe, weet ik wat meer. Maar het feit ligt natuurlijk op het dood van mijn echtgenoot. In de tijd, ik spreek nu een jaar 1930 ongeveer, was je jong en enthousiast en Nederland had een moeilijke tijd achter de rug. Het was toch ook werkloosheid, werd zeer groot. En als je jong bent, wil je wat. Wij waren dus zuiver ingesteld op het mooie. En Vlaanderen wordt meer als Nederland. Dus we gingen naar Vlaanderen toe. Deel van Vlaanderen, Dixmuiden, dat trok ons enorm aan. We gingen eerst met 20 en met 100, en nog 300, met 500. Dat was in 1931, dat toen Mussert kwam bij ons in Nederland. Mussert was een eerlijke man, burgerlijk, goed Nederlands, maar niet over de grenzen kijkend. Intussen waren wij al verder eigenlijk. Wij waren enthousiast voor ons eigen land, Vlaanderen en Zuid-Afrika, wat ook een zeer grote belangrijke rol gespeeld heeft. Maar in 1933 kwam Hitler en Hitler die bracht iets nieuws. Zo'n beetje als nu Pim Fortuyn nu doet. Toen de tijd was Hitler daar en plotseling kwam er een nieuwe man, zegt dat deugt allemaal niet nu. En arbeidsdienst kwam, jongens kregen werk, de grote straten werden gemaakt. En dat was uitermate interessant en boeiend voor ons. Het gevolg was dat mijn broer Wim zich zeer voor deze zaak inzette. En ik was een meisje, ik was vrij vroeg klaar op school. En ik mocht studeren van mijn vader en moeder, wat in die tijd al iets heel bijzonders was. Maar studeren, student zijn en voor het volk is een grote onderscheid. Dus mijn broer zei, god, ik studeer voor jou, kom nou, je moet ook mee zondags en zaterdags onze jeugd helpen. En zo zijn we eigenlijk in de bevolking terecht gekomen. En we hebben pamfletten gedaan, zoals tegenwoordig ook. Maar met die verstanden, dat men stond er voor open. Voelde, er gebeurde wat, er kwam iets nieuws. Hitler groeide en uiteindelijk had ik een hele ploeg meisjes onder me. En ik werd uitgenodigd door Himmler om naar Berlijn te komen met 100 meisjes, om te zien hoe een meisje moet zijn in de huidige sociëteit, de huidige wereld. En het medesysteem was uitermate boeiend. En zo ging ik terug en zo was mijn broer Wim bezig met de jongens. En Himmler kwam meer op naar de voorschijn en uiteindelijk vonden wij die NSB zo burgerlijk klein dat we uit die WA onze eigen jongens trokken die dan voor de SS bestemd waren. Zo zijn wij eigenlijk de kern geworden van de SS in Nederland. Degene is dat ook een grote naam in Nederland voor de gunst van de SS. Dan, langzaam zeker, wordt het een vrij grote groep. Dan
komt toch de grote moeilijkheid. Duitsland, Nederland, onze groep. Het was dreigend. En dan komt er nog zo'n groep Rosse Tonning aangezet. Wat toen uit Wenen kwam, mijn man, nu mijn man, toen gewoon zijnde iemand die in de voorgrond gewerkt heeft. En die, nadat hij plaatsvervanger was van Zimmerman, tweemaal in Oostenrijk voor de voorgrond gewerkt heeft. Maar in 1936 gezegd heeft tegen Hitler, de Volkbond is toch niet ons geheel. Een Großraumtheorie, is dat niet het juiste idee? Toen heeft Hitler gezegd, ja, onze Noorse landen bij elkaar, dat noem je het Großraumtheorie. Misschien kunnen we daar zo dadelijk eventjes op terugkomen. Dus kunnen we samenvattend zeggen dat het nationaal socialisme u aantrok omwille van het vernieuwende en het ideaal, het iets betekenen voor je land, voor je volk, voor de toekomst. Het vernieuwende, dat eerst in Vlaanderen gezocht werd, maar later vanuit Duitsland opkwam zetten. Mag ik even verder doorgaan? Dan komen we dus terug in Nederland. Nee, in Nederland. En we hebben dus NSB, geprojecteerd Vlaanderen, geprojecteerd Hitler. En dan toch de zekere dreiging, er zou ook iets kunnen gebeuren met Nederland. Nederland was neutraal. Mm-hmm. En mijn man is dus is gegaan naar Hitler. Mocht er iets gebeuren, wij in Nederland zijn neutraal. Vergeet ons kleine landje. Vergeet ons, kom niet binnen. En dan zal je me vragen, ja. Ja, Duitsland was Polen binnengevallen in 1939. En in die context moeten we dat zien, dat Nederland neutraal was. En Horst van Tonningen, Hitler eigenlijk vroeg Nederland niet binnen te vallen. 1940, 10 mei 1940, valt Duitsland Nederland binnen. En uiteindelijk kiest u ervoor, kiest ook uw man ervoor, kiezen ook andere mensen ervoor, aanhangers binnen de beweging, een gedeelte daarvan, om samen te werken met Duitsland. U trouwt uiteindelijk met meester M.M. Horst van Tonningen. Dat was het eerste SS-huwelijk in Nederland. En we komen daar zo meteen nog eventjes op terug. Maar de beslissing om samen te gaan werken met Duitsland, die heeft u genomen om een aantal idealen te verwezenlijken. Twee belangrijke daarvan waren de grootgemaanse gedachte, u bracht het net al naar voren, de Großraumtheorie, en de strijd tegen het communisme in Rusland, dat steeds sterker werd. Waarom waren beide zo belangrijk? En wat is de inhoud van die Großraumtheorie? De grootgemaanse gedachte, Großraumtheorie, of hoe u deze ook wilt noemen. Wij hebben dus onze SB, we hebben onze groep van SS en met uitermate intensieve, positieve gedachten over de samenwerking van Noorse landen, hetzelfde ras. Maar de dreiging van Duitsland was toch groot en onze mannen wisten niet wat moet je doen. Wel gaan of niet gaan als er eventueel oorlog zou zijn. En nou, dat was dan niet meer nodig. Het werd besloten van onze mannen uit niets te doen, maar Duitsland moest Nederland binnen gaan, omdat er een Engelse bezetting was, dat we toen niet wisten. En onze koningin Benavida heeft gezegd, een oranje verlaat nooit zijn land, en de volgende dag was al weg naar Londen toe. Op grond daarvan hoefden we geen beslissing te nemen en we werden allemaal gevangen genomen. En dankzij de vlugge deurmars van Duitsland Duitkerk of naar iemand in Frankrijk toe kunnen, hebben maar een week in de gevangenschap gezeten. Mm-hmm. En toen was het voorbij. Precies, en vervolgens gaat u samenwerken met de Duitsers, uw man gaat samenwerken met de Duitsers, om die Großraumtheorie, dus alle Noorse volkeren, zoals u dat noemt, samen te brengen. En verder de strijd tegen het communisme te voeren. Dat waren toch twee belangrijke kernpunten, twee belangrijke doelstellingen uit die tijd. Ja, dan komt dus het punt, weer terugkomen op Calais, dus dat Duitsland gaat naar Rusland toe en de groep gaat terug naar Nederland en dan moeten we dus iets doen met Duitsland. En mijn man, die wordt dan gevraagd of hij de leider wil van Nederland, want mijn man zegt nee, Mussert is al de leidinggevende man.
Want hoofd-SS, Nederland, dat hoort onder jongeren, mijn broer Wim. En dan komt de vraag, wilt u president van deze bank worden? Want dat gaan we, dat doe ik graag, economisch gezien. En het was het idee, speciaal van mijn man, om dus aan Duitsland te tonen, aan Hitler, dat we op gelijke voet, op gelijke hoogte stonden als Duitsland. He? Dus niet onderschikt, we waren niet overmeesterd door Duitsland, maar kameraden van Duitsland. En alle andere landen ook, he? Dat ze gelijk recht wat economisch geheel hadden. En dat hebben we eenmaal geprobeerd om dat voor te brengen. Het is nu natuurlijk lachwekkend, als je nu spreekt over gelijkberechtiging met Duitsland. In het huidige bestek, dat is haast niet meer denkbaar. Want we zijn allemaal in geheel al hier, zogenaamd in Europa. En daarop hebben we ons inzet gedaan, zeker mijn man. En ja, dan heb je natuurlijk de Duitse bezetting in Nederland. En zij zeker, het was Rijkscommissaris met zijn gevolg. En die hebben, ja, naar behoren, hebben ze getracht te regeren. Maar Londen was heel sterk, kon blijven hetsen. Dus dan krijg je de moeilijkheid, de bevolking, die gaat dan opstaan tegen de Duitse bezetting. En dat geeft eigenlijk moeilijkheden in Nederland zelf. Dan krijg je dus een 44 dolle dinsdag, waar je dus heel vervelend ophetsen dit, dat, ophetsen dat. Waardoor je een verschil van mening krijgt en waardoor duidelijk blijkt toch wel dat Duitsland aan de verliezende kant is. Op 21 december 1940 trouwt u met meester M.M. Rost van Tonningen. We melden dat zojuist al. Het was het eerste SS-huwelijk in Nederland. Een groot feest, 2000 gasten. U bent daarna ook in Berlijn uitgenodigd door Hitler en Himmler. U heeft beide daar ook ontmoet. U had Himmler daarvoor al meerdere malen ontmoet. U heeft Hitler daarna ook nog meerdere malen ontmoet. Kunt u iets vertellen van uw indruk? De indruk die u had van die man? Zijn uitstraling? Wat het was in die man dat u zo aansprak? Als je bedoelt Hitler, dan is Hitler een visionair type. Hij straalt uit dat wat je direct aanvoelt als positief. Hij had hele blauwe ogen en heel merkwaardig. Die blauwe ogen had je bepaalde moeite om je ogen zelf op te houden, om die weer te staan, zo indringend. De man was doodeenvoudig en was vreselijk bezorgd over alle moeilijke dingen die er gebeuren. Bijvoorbeeld, we hebben een lekker band en we komen te laat. En de man zei: oh jee. En ik wandel dan in Bers. Ik ga op zijn huis de trap op om te zeggen: we zijn te laat, neemt ons niet kwalijk. En dan zegt Hitler: is wat gebeurd tegen mij? En ik zei: nee, we zijn te laat. Nou, zei hij, dat is nog niet erg. Als u maar geen ongeluk heeft gehad. Mijn man moest een band plakken. En dat was heel tegen tijd nodig. Hè? Dus ik wilde hem zeggen, alles wat normaal menselijk is, daar had hij aandacht voor. En hij had daar ook bij Berghoven een klein sigarenwinkeltje. Hij heeft sigaren gekocht voor zijn klanten. Die was de ander dol op hem. Dus het was gewoon een burger die zich daar thuis voelde. Niet een dictator als zodanig, maar hij was voor het volk en in het volk. Hij werd ook razend geliefd. Dus eigenlijk, al de ontmoeting met zo'n man geeft jezelf positieve gedachten. Hartelijk dank. We willen nog even verder gaan wat uw man betreft, zijn rol in Nederland, in de Nederlandse politiek. Hij heeft meerdere malen voor de Volkerbond gewerkt. Hij is 2 maal in Wenen geweest, van 1923 tot 1927 en vervolgens 1931 tot 1935. Daarna is hij teruggekeerd naar Nederland en heeft hij zijn leven gewijd aan de politiek in Nederland. Hij heeft de beslissing genomen: ik wil me inzetten voor Nederland, voor Europa. Uw man was internationaal denkend, zoals u al aangaf. Kunt u aangeven welke rol uw man gespeeld heeft in Nederland gedurende de periode 40-45? Ja, mijn man
was het juist omdat hij in Volkenbond gewerkt had en daarna naar Nederland gegaan is en voor de Nationale Dagblad gewerkt heeft. Dus een beetje gevaar voor niet pro-denkende mensen. Op grond daarvan is het 10 dagen van tevoren opgepakt en naar Calais gebracht. Teruggebracht toen de Duitsers op Holland zijn. En die aanbieding van de Nederlandse Bank et cetera is toen erop geschiet. Mijn man die was duidelijk vergelijkberechtigd in Nederland-Duitsland. Zeer pro-SS. Maar zijn familie van mijn man was koloniaal bestemd voor alle verschillende eilanden. En op Java, op overal is ze geweest. Mijn schoonvader was generaal van de Knil. Mijn zwager was admiraal. Dus mijn man had begrip voor over de grens heen te kijken. En ook daarvan heeft hij begrepen dat door deze nare oorlog de koloniën van Nederland eigenlijk al verloren waren. En mijn man was te veel econoom, had te veel meegemaakt in de Volkenpartij, dat hij niet begreep dat al die grote bedrijven, zoals Van Egen en Shell en al de grote bedrijven, suikerbedrijven, in Nederland dus hun kapitaal hadden, wat een dood kapitaal is, wat geactiveerd moet worden, om weer tot groei te komen. Dus mijn man, die niet voor het kapitaal zoals tegenwoordig bent, hoe het kapitaal is, maar het kapitaal wil gebruiken voor gemeenschappelijk werk, heeft toen hij in mijn ogen fantastische gedachtegang gehad van de Oostcompagnie, et al net al dito tot Stalingrad met de Oekraïne, om een samenwerkingsverband, waarop ook Philips en al die mensen mee inbetaald hebben om voor die Oostcompagnie mee te gaan werken. Philips heeft voor de miljoenen gegeven, en Van Egen, en Vendel van Vlissingen. Ze hebben allemaal zich ingezet, blij dat die kapitaal misschien weer iets zou kunnen opbrengen door industrie op te zetten om de zeevaart te doen. Herma heeft bijvoorbeeld een vloot naar Letland laten brengen. Dus activering van werkkracht. En daardoor kapitaalverbetering. En helaas hebben we natuurlijk de orde verloren. Dus het moest weer terug langs de wand en die partizanen werden sterk. Dus het heeft niet zijn opbrengst gebracht, wat ze hadden verwacht als ze de orde gewonnen zouden hebben. Dat is ook eigenlijk het einde van mijn man geworden. Een teleurstelling van een kapotgeslagen Duitsland door te grote overmacht van geld. Dus tegen het einde van de oorlog gaat uw man naar het front toe. Hij heeft de indruk dat hij aan het front meer kan uitrichten dan als president van de Nederlandse Bank of op andere gebieden. Ja, onze gedachten waren zo dat het echt nog zinnig was om president van de Nederlandse Bank te zijn. Je was toch een filiaal van Duitsland. Je was niks meer. Dus of we moeten winnen, of we wilden er niet meer zijn. En de inzet Polen kwam. Mijn broer Wim is geweest van de divisie, niet Landmacht, maar divisie bij Els, Nijmegen. En mijn man is daarmee ingezet in de hoop dat de wapenen toch misschien nog doorslag zouden geven. En op grond van zijn ervaring van talen is mijn man in gevangenschap toen door het einde was eruit gehaald om doolmetsen te zijn van onze gevangen mensen, die een paar duizend waren, in Elst, met de Nederlandse regering, waar Prins Bernhard Hoven was, om te ondertekenen dat wij verloren hadden. Dus de oorlog wordt verloren. Uw man heeft een aantal projecten opgezet, onder andere Estland, Letland, Litouwen, Nederlands Oostcompagnie, waar ook Philips, zoals u aangaf, Egon, haar bijdrage aangeleverd hebben. Na de oorlog is uw man gevangen genomen. Zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd in de gevangenis? Ik wil daar zo meteen eentje op terugkomen. Zijn er ook gevolgen geweest voor die andere
die daaraan meegewerkt hebben? Voor bedrijven als Philips en voor misschien een aantal andere mensen? Of hebben die na 1945 hun werk gewoon voortgezet? Ja, dat is natuurlijk de teleurstelling. Als je dat nu ziet, dat iedereen zich dekt als je groot kapitaal hebt. Je kan je inzetten voor een nieuw idee, wat werkelijk zeer gewaardeerd is voor Nederland. Maar toen het zo begon, heb je ook mogelijkheid om het geld aan de andere kant ook te starten. Zodat je, als die wint, dan hoor je daarbij, als die wint, hoor je daarbij. Dat is in Nederland heel sterk gebeurd. Mijn man was zo eerlijk en zo absoluut recht door zee, dat hij dat niet begrepen heeft. En ook toen hij gevangenschap was, houdt hij zichzelf. Bij spreken, als hij nu zegt dat het zelf gepleegd zou, had hij kunnen doodschieten en dacht er niet over. Mijn man stond voor Nederland, was voor Nederland. Zijn hele financiën is gericht op het hele geval van Nederland met de Koos-Rank-theorie, met andere landen tezamen. En hij wilde zich verantwoorden. En heeft ze dus laten gevangen nemen. En is toen door Kurt Bernhard uitgeleverd. Dan schreef hij dat hij gruwelijk, gruwelijk mishandeld is geworden. Wat nog niet tevoren in Duitsland geschied is. Natuurlijk wordt er mishandeling gedaan. Maar dit wat zij gedaan hebben, dat zo'n man als Van der Leeuw ook zelf zegt, ons dan wel. Ja, Van der Leeuw zegt inderdaad in het zware televisieprogramma, ja. Zwarte schaap, uw man is in de dood gedreven, hij is zelfmoord zoals hij dat noemde. Van der Leeuw was historicus, werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De officiële lezing is altijd nog gebleven, het was zelfmoord. Maar daar wordt inderdaad aan getwijfeld, u heeft ook steeds gestreden om een antwoord erkenning van de regering, precies, om erkenning dat uw man geen zelfmoord gepleegd heeft, maar vermoord is. Kunt u iets vertellen over die strijd, wat u daar voor gedaan heeft, hoe de Nederlandse staat erop gereageerd heeft? De Nederlandse staat heeft helemaal niet gereageerd. Zij, Van der Leeuw, schaamt zich ook. Ik heb zelfs nog niet eens een overlijdensakte. Ik heb geen medisch rapport, ik heb helemaal niets. Bij wijze van spreken zou ik nu nog een man hebben, die misschien ergens in Brazilië zit, weet ik waar. Maar ik heb nog nooit een bericht gehad van de Nederlandse regering, als zijnde dat mijn man president van de Nederlandse Bank was, dat hij overleden is. En door welke omstandigheden. Daar ben ik dan 15 jaar mee bezig, en ik weet wel hoe het nu gebeurd is, door eigen onderzoek. Maar niets van de Nederlandse regering uit. En van de Nederlandse regering, die moet toch in mijn ogen de verantwoording durven dragen voor de hoogste man van Nederland als er iets misgaat. Het is toch buitengewoon laf als een regering geen antwoord geeft op een hoogpiet, al zou Emile Janssen heten. Hoeft niet eens onze tonnen, het wel Emile Janssen. Maar je hebt toch gedacht door je verantwoording, in gezin dacht ook je verantwoording. En dit is verantwoord dragen, de man heeft verantwoord willen dragen, antwoord gemeen. Dood. Dus de Nederlandse staat heeft daar nooit werkelijk op gereageerd. Zijn er misschien nog andere zaken die u naar voren wenst te brengen? Wat u de mogelijkheden niet gehad heeft tot nog toe in televisieprogramma's, in de media, in de kranten. Zijn er nog dingen waarvan u zegt, dat wil ik graag nog naar voren brengen. Dat wil ik de jeugd nog vertellen wat de toekomst betreft. Misschien heeft u nog een aantal ideeën wat de toekomstvisie betreft. Hoe ziet u deze? Nou, ik vind natuurlijk, ik ben dus eigenlijk 3 generaties daarvoor, van 30 tot 40, de oorlog zelf weer erbij willen, en na de oorlog. Hè. En nu lijkt het me voor de jeugd uitermate moeilijk om nog positief te kunnen denken, omdat alles bij ons in Nederland, maar ook in Europa, erg wankel staat. Amerika meent met z'n geen cultuur hebben. Amerika heeft geen echte cultuur. Europa heeft cultuur, Amerika niet. Men meent dat hij het recht heeft om ons te beheersen. En wij zijn eigenlijk de kleine man geworden. Wij onze kippen, gezonde kippen moeten dood, onze koeien moeten dood. Wij gaan, hebben we niet meer moeten Amerika krijgen. Dus
ons West-Europa gaat, langzaam zeggen, zinkt weg door het geweld van de kracht van het wapen. En het wapen houdt in atoombommen en bommen. Iets wat wij juist nooit hebben willen doen. Hitler had een bom kunnen gebruiken. Hij zei nee, onmenselijk, dat doen we niet. Ik denk, dat is normaal. En daarom is het voor jonge gezinnen zo reusachtig moeilijk. Ik heb bewondering voor de jeugd dat ze dan toch de moed hebben om zich in te zetten, om te trouwen, om kinderen te krijgen. Want we hebben kinderen nodig. Willen we nog een blanke ras kunnen behouden? Als we het niet kunnen, dan gaan we helemaal onder en worden bezet door andere rassen. En wist je wat ik kan vergeten worden? Dan heeft Rusland uiteindelijk zijn Stalin, met zijn bolsjewisme, waar dus Hitler tegenaan gevochten heeft. Hitler heeft dus enige man gezien hoe gevaarlijk het bolsjewisme was. Op grond daarvan heeft Hitler gevochten, ook voor ons. En de helft van Europa is daardoor vrijgebleven. Maar nu zijn we, 50 jaar na deze 45, zijn we eigenlijk in een situatie terechtgekomen dat we eigenlijk overheerst worden door Amerika en geen grote zeggenschap hebben. En ik alleen maar hoop voor de jeugd dat ze genoeg kracht hebben om weer, net zoals wij, op te komen. En gezamenlijk, vooral niet op groepjes, maar gezamenlijk, een nieuw idee naar boven te brengen. Ik wens hen allen veel geluk. En ik meen dat onze mannen niet voor niets gevallen zijn. Dus onze mannen van boven uit de kosmos zal zeker de huidige jeugd helpen voor weer gezond te worden. Wil ik graag nog eventjes ingaan op de Holocaust. Wat uw mening daarover is, uw perspectieven en dat in verhouding tot wat andere mensen daarover zeggen. U wordt vaak aangevallen op uw mening. Wat is uw mening? Wat zijn uw perspectieven? Hoe ziet u dat wat tegenwoordig bekend staat als de Holocaust? Dat is natuurlijk een moeizaam onderwerp. David Irwin dus heeft daar vele processen gevoerd om te bewijzen dat het anders ligt als men zegt. En tot op heden heeft men nog geen enkele brief gevonden van Hitler die een bevel geeft tot het nemen van Holocaust. Tot het nemen van deze zogenaamd 6 miljoen Joden. Dat dingen gebeurd zijn is logisch, maar ik ben zelf in Indië geweest. En ik had met een schip willen gaan terug van Indonesië naar hier. En er waren vol met Joden die we niemand geen land wilden. Die mensen aannemen, niet Engeland, niet Spanje, niemand. We zijn teruggegaan naar Nederland, Duitsland. Dus het is het probleem geweest en gebleven. Holocaust zelf is natuurlijk dramatisch, maar het is niet alleen van Joden. Het is ook Duitsers die bandgedrag gedaan hebben. David Irwin heeft dus daadwerkelijk een paar jaar proces gehad. En zoals gezegd, er zijn natuurlijk gruwelen gebeurd, maar ook zeker van Nederlandse zijde, na de oorlog, zie mijn man. Dus als men zegt, Holocaust, gruwelen, Duitse SS, oei, schandelijk. Ik heb een kennis uit Denemarken die zegt, als je bij de SS moet behoren, mag behoren, dan moet je elke dag een Jood neerschieten. Dat deed je op school. Dat is echt de grootste waanzin die ik ooit gehoord heb. SS is de elite. De elite van het mannelijk geslacht. Die dapper is en moedig is en geweldig is. Dus het is een schande als je zo over de SS spreekt. Maar tegenwoordig mag je zo spreken. Wij zijn fout en verkeerd en allemaal meer. Maar de inzet is natuurlijk geweldig geweest. En
ik kan niet anders zeggen, ik heb bewondering voor deze mensen. En, maar het is natuurlijk zo dat ieder die gangen moet. Ik heb zelf gehad met Dol Hinsa, met een vriendin van mij die ik het gehad heb in Amsterdam. Die was met een man getrouwd die duidelijk werkte aan de andere kant. En dat was Van Etten. En Van Etten was het weekend bij ons. En Gerda had een klein babytje. En Dol Hinsa kwam en ze waren weg. En toen de Lucie was zo goed gevolgd om mijn man weer dood te schieten. In de opdracht van de realiteit. Deze dingen gebeuren helemaal in orde. Allemaal. Ik kan oneindig veel dingen betalen. Ik had dat, weet ik hoeveel keer dood moeten zijn. Ze hebben mijn huis in de fik gestoken. Maar die denkt dat iets mogelijk is. Dat gebeurt hier vooral. En dan geloof ik, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat het lot van de mens, zie mijn schilderijen. Ik heb ook het lot geschilderd in de takken was op je rug. Heb je te dragen. Doe je dat niet, dan moet je weer opnieuw beginnen. En moet je weer opnieuw leren in deze maatschappij te leren leven. En men moet altijd positief blijven denken, denk ik. En het behoorde is dat de mensen eigenlijk op het ogenblik negatief zijn. Geld speelt een grote rol. En als je niet positief bent, dan verlies je het. Haat is absoluut fout. En respect voor elkaar is het belangrijkste. Wat ik acht als mens tot mens. Als je dat kan opbrengen over je kinderen, over je kleinkinderen, over familie, over je vrienden, dan zou het toch in Europa mooi kunnen zijn in mijn ogen. U bent nu 88, heeft een heel leven achter u. Heeft nog steeds veel contact met vele mensen. U bent onlangs 88 geworden, heeft een groot feest gegeven. Waarin 200 mensen bij aanwezig waren. Hoe ervaart u nu uw oude dag? Hoe ervaart u de jaren die achter u liggen? Voelt u zich nog goed, nog fit? Loopt het allemaal een beetje lekker? Of zegt u van... Het is natuurlijk... ouder is moeilijk, hè. Ik zeg tot 85 en dan niet ouder worden. Dat zeggen we allemaal. Als je die boodschap hebt, dan zeg God, de ene is blind, de andere is dood. De andere heeft een toeter nodig, weet ik wel meer. Je moet gewoon nemen zoals het is, hè. En het is natuurlijk zo dat ik in mijn geval natuurlijk onvoorstelbaar is dat ik uit Nederland weg moest, hier in Vlaanderen. Ik had een flat gehuurd, prima als orde, met een van die gebouwen. Een man, een verzetsman, die heeft dan wel de macht en de kracht. Stond je in de flat, dat mag niet. Ja, dat houdt eigenlijk alles op, hè. Dus je moet trachten dat zo goed mogelijk te doen. Maar ik houd dat niet. En ik heb er niets op tegen als ik mag verdwijnen van deze wereld. Ik vind dat ik gedaan heb van man bij kan. En meer kan je niet doen. Je vecht tegen een grote muur. En die muur moet eerst instorten. En dat zal de maatschappij zijn, neem ik aan. Een vecht tegen een grote muur, hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, dat is zo. Als je, er staan allemaal monumenten die vast liggen, dan mag je niet aan twijfelen. En als ik zeg, ik twijfel aan deze waarheden, dat is mijn persoonlijke mening. Maar als ik zeg, het is niet waar, dan zou ik weer in de gevangenis komen. Dus je moet heel voorzichtig zijn met je meningen en gewoon zeggen, ik heb een andere mening. Jullie hebben jullie mening, u zegt dat, mijn mening is dat uit ervaring. We zullen zien wie het is. En u heeft de indruk dat u uw mening niet vrij naar voren kunt brengen, dat deze steeds belachelijk gemaakt wordt van buitenaf? Ja, dus ik kan mij weinig schelen wat ze doen. Het is natuurlijk, je bent de eeuwige fouten, de eeuwige gisteren. Ik meen wel van mezelf dat ik helemaal niet zo naar gisteren kijk, wel degelijk de toekomst gericht ben, maar wel zie hoe moeilijk het is voor jullie jongeren om deze toekomst, jullie toekomst te krijgen zoals wij het gehad hebben onder Hitler's tijd. Dat was een mooie, mooie tijd. Voor mij is het eigenlijk een van de mooiste tijden, tezamen met mijn man.